gegeven. Daar helaas, wij zien hoe zij kunnen manoeuvreren. Wat hun capaciteit zijn qua bluskanonnen. En daarbij zal ik u wat informatie geven over datgene wat zij doen in de havens van Rotterdam. Nou, daar gaan ze spuiten hoor. Kijk uit, word je nat. Als je niet spuit, word je heerlijk nat. Papa gaat... En de schep draait zich nu in de richting van de tribune. Geef ze allemaal even een daverend applaus en heet ze welkom. De RPA 11, de RPA 2 en de RPA 10. Tijdens de dienst, normaal gesproken drie mensen aan boord, een scheepvaartmeester, een assistent scheepvaartmeester en een matroos. Mijn buurman zit erbij. En zij de administratieve taken, maar ook de uitvoerende taken aan boord van het schip. De werkzaamheden gaan uiteraard in de haven Rotterdam 24 uur per dag door. Dat wordt gedaan door drie ploegen, een ochtend, middag of een nachtploeg. Dat gaat in de vijf ploegen en wisselende diensten. Dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. Dus ook met kerst of met de zondag. Deze mensen zijn daar uiteraard aan het werk. Je ziet hier vooral de RPA 2, die draait nagenoeg op zijn plaats. Ondaas. De RPA 11 en 10 die zullen straks hun kanon aan gaan zetten. U ziet bij de 10 begint hij al te spuiten. Dat is het achterkanon. Op volle kracht komt daar zo'n 30.000 liter water per minuut uit. En dat is voor de brandbestrijding. Zo verlenen zij assistenten bij brand aan boord van de schepen. Zij ondersteunen daarbij de brandweer in de havens van Rotterdam. De bedrijven waar brand uitgebroken is, daar kunnen zij bij assisteren. Aan boord zit alles wat bij een brandweerauto ook aanwezig is, van de perslucht tot aan de bakken. Dus we komen nu haast tegen elkaar aan te liggen, de RPA 10 en de RPA 11. Even elkaar groeten. Kijk eens of die overgaat. Dat is jammer, net geen regenboog, hè? Leuk speelgoed, hè? Ja, die vooral in de RPA 2 die zet zo te zien ook zijn volle kanon aan. Dat komt op neer op zo'n 5000 liter per minuut. De RPA 10 en de RPA 11 die zijn gebouwd in het jaar 2002. In 2002 zijn ze gebouwd in Polen en zijn afgebouwd in Gorinchem bij de welbekende Dame. Je ziet ook nu de kanonnen staan op volle kracht. U ziet ook hoe hoog die stralen kunnen komen. U ziet ook dan de rijkwijdte van zo'n kanon. Ja, de RPA 2 die je vaak tussen de Erasmusbrug ziet varen is nog de RPA 20. De schepen van het havenbedrijf van Rotterdam die varen dus door alle havens van Rotterdam.
Ze hebben daar allemaal een eigen aangewezen wijk waarin zij alles controleren tot aan lichtplaats of schepen goed afgemeerd zijn. Of binnenvaartschepen wel op plaats liggen waar ze überhaupt mogen liggen. Want je kunt aannemen dat bijvoorbeeld tankers niet overal mogen lichtplaats nemen. Nou hè? Zo hebben zij ook nog een gedeelte in de haven van Rotterdam dat heeft een stukje met handhaving te maken. Dus in ieder geval dat ze in de gaten houden dat iedereen zich aan de wetten die op het vaarwatergelden zich gaan houden. En zo niet kunnen ze dan altijd nog even verbaliseren en optreden. Er zijn bijzondere opsporingsambtenaren aan boord van dit soort schepen. Verder doen zij ook aan de fysieke manier, of in de verkeerscentrale Rotterdam zit of in de verkeerscentrale Hoek van Holland. Daarbij wordt aangegeven dat welk schip waarheen gaat, welke koers en vaart zij voorleggen. En zo kunnen ze allemaal volgen en krijgen ze de informatie van de verkeersleider op de verkeerscentrales. Deze schepen worden dan ook... bieden hun hulp voor de verkeersleiders als een soort verlengstuk. Zij kunnen natuurlijk niet het bereik hebben wat zij hebben als schip. Wat ze graag aan het raad willen hebben, zoals ze dat dan mooi noemen. En zij krijgen geen contact met die schepen. Dan wordt er gevraagd van desbetreffende patrouillevaarder in die wijk. En even wil bekijken en contact wil gaan opnemen met het desbetreffende binnenvaartschip. Ja, en dan komen er ook van de piraten. Hij ziet ook de kanonnen af, die kunnen ook in een mooie waaier neergezet worden. Dat betekent dat vandaag het dek niet zelf meer schoongemaakt worden, want het wordt vanzelf zo wel gespoeld. Dat scheelt er ook werkzaamheden. Ja, 10 en 11 die komen nu op de kamer af, gaan hun draai inzetten voor de Prins der Nederlanden. Straks zal ze daar weer bij plaats nemen. Neemt u gerust een kijkje op dit prachtige schip. Het is echt gek uit. Als u nu goed kijkt naar de RPA-10, heeft u zijn ruitenwissers ook aan zetten. Het is een af en toe met een auto. Als het regent kunnen ze de ruitenwissers aan zetten. Dan zien ze het wel. Ik ken het van de hart. Ik ken het van Niet alleen de vaderlijke weg te onder ziet komen, ze kunnen ook zelfs schuin lussen. Schip zoals hier de RPA-10 heeft op 9000 liter schuin aan boord. En datzelfde geldt dan voor de RPA-11, zodat ze ook een schuinlaag kunnen leggen. Waar wacht de heep van deze schip? De controles van natuurlijk uiteraard zijn of er geen oliebossingen zijn aan boord van schepen. Iemand die niet steunt, dus milieugericht. Het wil nog op volle kracht aanstaan met de dag misschien 30.000 liter per minuut per kanaal. Op de RPA-2 met zijn voorbeeld 5.000 liter per minuut tussen de schepen door. Als het kanon omhoog erin staat zoals jullie ziet vooraan bij de RPA-10, dan ziet u ook hoe ver zij komen. Terwijl de schepen bezig zijn met hun demonstratie, ziet u daar aan de overkant nog de oude havendienst 2 die ook heel lang dienst gedaan heeft voor het havenbedrijf Rotterdam. En nu in het bezit is van het museum, Maritiem Museum. Ik wil u graag... Je ziet ook op het dek van het stuurhuis dat daar de zwaailichten branden. In verband met de calamiteit, dan zullen de schepen die aanzetten en op weg gaan zodat ze alle ruimte krijgen. Maar ik tel me twee, ik moet gewoon samen.
Nou, de RPA 2 ligt dan nu voor de tribune, het ruim 21 meter lange schip. Heeft een diepgang maar van 1,55 meter. Dus hij kan ook redelijk dicht onder de kanten komen. Dat zijn op de rivier als de neven gaan, anders op de Oude Maas. Is dat toch wel eens makkelijk om wat dichter onder de wal. Maar wel eens wat brandjes voorkomen in de bossen. Nevel-team. RPA 10 en RPA 11 mooie waaiers ontstaan. Ze kunnen een hele nevel maken, ze een nevelgordijn neerzetten. Je ziet achter het dekelgebied de vaart gewoon doorgaan, zoals ik straks laat af. Je ziet de RPA 10 ook draaien om zijn as met drie kanonnen aan. Het is prachtig gezicht, zeker met dit mooie weer. De 34e Wereldhavendagen. Als je nou een beetje meer hierin draait, dan kijkt iedereen de regen maar. Ja. Mooi, hè? Ja, jammer. Ja, die... Water, ja. Maar ja, deze is niet voldoende. En zo zullen we de treinvaarder van de laatste groet gaan brengen aan het publiek op de tribune. En dan is het weer een einde aan deze World Port Parade. Ik zie hem niet meer. Gaan we ons straks opmaken voor een demonstratie van de Koninklijke Marine. Heeft u ze alle drie een groot applaus en hartelijk dank voor deze weer een geweldige demonstratie. De kunst weer vertoond. Wij gaan ons opmaken voor de volgende demonstratie. Zoals ik net aangaf, de Koninklijke Marine.